Ik zit hier in een grot in Portugal. De gang van deze grot die is 30 meter lang. En die komt uiteindelijk uit via deze spleet in de rotsen in een grote kamer van pakweg 5 bij 3 meter. Je kunt je voorstellen dat dit de basis is geweest voor hunebedden in Portugal. Men had hier de natuurlijke omgeving al en kon diep achterin de doden bij zetten. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd, want er zijn vondsten achter in die kamer gevonden van potten, zelfs stukjes been, waardoor we weten dat hier daadwerkelijk mensen zijn bijgezet. Of de grotten uiteindelijk de basis waren voor de hunebedden, dat weet niemand zeker. We weten dat deze ongeveer 3500 voor Christus gebruikt werden, maar in die tijd had je ook al hunebedden. Dus het kan ook een soort vervanging voor een hunebed geweest zijn.